De eerste week corona, ja, en niemand durfde meer naar die winkel. Twee verschillende ondernemers ontmoeten elkaar voor het eerst. Wat doen ze anders? En waarin lijken ze op elkaar? Rabobank presenteert Kennismakers. In deze aflevering offline en online over omgaan met corona. Ik ben Jan Nagelkerken. Ik ben familievlogger met onze 8 kinderen. En we hebben een bakkerij en een ijssalon. Wij hebben gewoon een bakkerij met een winkel. We hebben een ijssalon ernaast. En aan de andere kant hebben we een chocoladeatelier. Heb je handen vol? Ja, en we doen ook vloggen. We hebben een keer een televisieprogramma meegedaan. Toen kregen we de vraag vanuit het televisieprogramma: kennen jullie niet gaan vloggen? Dus we hadden met onze mobiel hadden we een paar filmpjes gemaakt. Binnen 2 weken hadden we 10.000 abonnees. Ik ben Anil Gaira, eigenaar van restaurant Klein Paramaribo in Assen. Zelf ben ik geen opgeleid kok, ik ben chemisch technoloog. Alleen na al die jaren reizen had ik het gehad met het reizen. Ik wou iets anders doen. Het is een restaurant geworden. Niet een standaard Surinaamse restaurant. We wilden geen toko's zijn, geen e-café zijn. We wilden het hogere segment bedienen. Het is wel leuk dat je dan toch iemand tegenkomt die ook een beetje, waar je een beetje verwant mee hebt. Dat je in ieder geval in de food zit. Ja, wij zien het nou juist een beetje ook als de tijd om te investeren. Onze tweede bakkerij met ijssalon, zeg maar. We hebben in februari dus de handtekening onder het huurcontract gezet. Toen kwam alles natuurlijk. De eerste week corona, ja, en die winkel. Niemand durfde meer naar die winkel. Ik ben bijna door mijn buffer heen. Dus we overleven op de omzet. Als iets groots gebeurt, dan red ik het niet meer. Nu mijn buffer omlaag gaat, moet ik ergens anders gaan bezuinigen. Ik vind het een gevaar altijd om te bezuinigen. Je moet wel altijd zuinig zijn. Maar bezuinigen is iets anders. Een van de grote posten is personeel. Maar ik heb zoveel geïnvesteerd in hun. Als ik ze nu laat gaan, ben ik gewoon 2 jaar kwijt. Eigenlijk heeft het voor ons heel goed uitgepakt. Bakkers waren er niet meer te vinden voor de coronatijd. Ik heb een meisje die een restaurant werkte aangenomen. Ik heb 2 leerling bakkers gevonden. Het gaat hartstikke goed. Ze draaien het al helemaal zelf. Ik vind het knap dat jij het online aanwezigheid heel goed hebt weten uit te pakken, want je bent een bakker. Ja, als wij op Insta een berichtje plaatsen van stuur een chocoladehart of een reep, ja. Dan weten we dat we die dag daarna iemand extra erbij moeten plannen om die repen mee te maken. Ja. Dus er is meer potentie in dan ik zelf dacht. Ja, het is helemaal niet zo moeilijk eigenlijk. Ja. Wat ik zelf doe is heel veel via Facebook. Ik bleef haken op 2000 volgers, dus misschien kunnen we daar nog een keertje uitweiden. Moet ik een keer komen eten bij jou, hè? Je bent altijd welkom. Als ondernemer ben ik op zoek naar een coach die mij ook kan wakker schudden van mijn blindhoek. Ik zou het fijn vinden om nog een keer een gesprek met hem te voeren. En hoe heet het jullie kanaal? De Nagelkerkjes. De Nagelkerkjes, ik zal hem opzoeken. Ondernemers helpen elkaar verder. Waardevol voor jouw bedrijf en goed voor ondernemers in Nederland. Leer meer over plannen maken op rabobank.nl/groei. De coöperatieve Rabobank.